ik ben iemand die wel heel ambitieus is en veel discipline heeft om aan studie te werken. Dus ja, dan denken mensen van de nerd uit de klas, dat soort dingen. Maar ik doe echt lang niet alles. Ik kijk echt wat is noodzakelijk om te doen en dat doe ik. En daarnaast doe ik echt onwijs veel leuke dingen, zoals echt sporten bijna om de dag. En in het weekend, bijna elk weekend ga ik wel uit. Dus dat kan makkelijk. Nijenrode heeft een studievereniging. Je organiseert bijeenkomsten, feesten, gewoon gezellige dingen voor studenten om onder elkaar gewoon leuke dingen te doen. Maar daarnaast komen ze ook op voor de belangen van studenten. Dus ze gaan na wat leeft er onder studenten, waar kunnen verbeterpunten in de studie worden aangebracht. En dat wordt dan weer met het management van Nijenrode wel besproken in vergaderingen.